We staan bij het Veerstok. Ja, jullie vieren vandaag je 8-jarig bestaan, hè? Ja, klopt. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Want we moeten een beetje zachtjes praten, net of het een biljartwedstrijd is. Want anders zitten we door deze meneer heen te praten. Ja. Hoe heet hij? Hij heet Christophe. Christophe, Een Fransman uit Amsterdam. Een Fransman uit die... prachtige Franse chansons kan zingen. Lekker sfeert hier altijd. Ik ben hier zelf ook wel vaak al geweest om de lunch te gebruiken en dat soort dingen. Mooi, net een beetje op het randje van Haarlem. Ook Funky Vinyl zie ik staan. Ja, Matthijs en ik werken eigenlijk al 8 jaar sinds het begin samen. Volgens mij een beetje op dezelfde periode begonnen met ondernemen. En op het moment dat er een feestje is hier, een bruiloft, dan proberen we Funky Vinyl te laten draaien. En hij heeft samen met ons vandaag en morgen georganiseerd. Hij doet programmering, dus heel fijn. En jij organiseert het dus. Jij brengt hem en de artiesten bij elkaar. Ik ben door het Veerkwartier gevraagd om de muziek te verzorgen. Dus alle artiesten te verzorgen en de techniek te verzorgen. Dat doen we eigenlijk elk jaar. Ik ben sinds dag 1 bij het Veerkwartier betrokken. Ja. Mooie sfeer is het hier altijd, hè? Ja, zeker. Heel gezellig. Ja. Ja, het mag nog iets drukker worden. Dus door de slechte weersverwachtingen blijven mensen iets langer binnen. Maar hopelijk komen ze alsnog vanmiddag. Ja. En vanavond het dak eraf? Nou, dat zou wel gezellig zijn, ja. Dit jaar eigenlijk voor het laatst op deze manier. We zijn hier 8 jaar geleden gestart voor 3 jaar. En na 2 jaar hebben we eindelijk de vergunning om te mogen gaan bouwen. Dat heeft heel even mogen duren. En we hebben nog even wat hobbeltjes te nemen met de gemeente Haarlem. Maar dat is denk ik veel ondernemers niet onbekend. Dus die moeten we nog gaan nemen en dan gaan we bouwen. En wat gaat er gebouwd worden dan? Er komt een circulair, natuur-inclusief, duurzaam paviljoen te staan. In combinatie met een amfitheater wat klaar ligt al achter op het eiland. Eigenlijk gewoon vanaf volgend jaar op een nog duurzamere manier hier aan de plas. Naast horeca ook allerlei culturele programmering te kunnen gaan verzorgen. Dat doen we al in de vorm van dansvoorstellingen, feestjes en dit soort dergelijke evenementen. Eigenlijk gaat het over hier aan de plas over vrijheid en ruimte hebben om creatieve dingen te kunnen doen. Ben je niet bang dat je de sfeer gaat kwijtraken doordat er nieuwbouw komt? Of? Nou, die vraag en die angst die hoor ik van veel mensen. Nou ben ik niet zo heel erg bang aangelegd. En ik zeg altijd maar zo, ik neem mezelf mee. En de sfeer die komt goed, daar ga ik voor zorgen.